We hebben vandaag een Rotterdamse wereldster in de show. Hij stond al te oefenen met zijn bal net. Jawel, hij is er. Soufiane Touzani. Oh. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, VLS en Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Jij kwam hier vanmorgen om 11 uur binnen. Je wilde per se op tijd zijn. En je hebt een uur lang mij iets verteld, Soufiane, over een nieuwe app, een nieuw systeem wat je ontwikkeld hebt. Je bent echt tot 4 seconden geleden met een bal bezig geweest. Wat was je nou aan het doen, man? Ja, dat is een app, dat heet Bally. En Bally is in straattaal voetballen. Oké. Okay. En het is een app waar we echt heel lang mee bezig zijn geweest. Het is een gamification app waarin de bal met je telefoon connect. En daar heb je allemaal meetbare challenges. En meetbare challenges als in hoe vaak kan je binnen de 30 seconden een bepaalde beweging herhalen. Ja. Nou, als je dat zeg maar 30 seconden doet, kun je of je eens aan het springtouwen bent, 30 seconden intensief. Maar dat is echt wel... Ja, heftig, ja. Ja. Nou ja, dan heb je gewoon 30 seconden een hele toffe challenge. Krijg je muntjes. Met die muntjes kan je in de app je eigen poppetje aankleden. En zo kunnen we kinderen laten bewegen zonder dat ze het doorhebben. Ja, want je stond het net echt voor te doen een halve minuut. Dan moet je echt aan de bak, hè? Ja, goed dat we even een breakje hadden. Kan ik even... Waarom heb je dit bedacht en gemaakt en ontwikkeld? Ja, om eerlijk te zijn. Eigenlijk was dit voor corona, was dit op me afgekomen. Toen had ik zoiets van... Ik had er nog niet echt een goed beeld bij. Dus ik heb het een beetje laten bevriezen. En toen eigenlijk kreeg het een stroomversnelling. Tijdens corona ga je dan wel op sommige projecten zitten... waar je normaal minder tijd voor hebt. Ja. Weet je? Normaal ben je continu met shows bezig. Of... Toen dacht ik van, ja, maar wacht eens even. Dit is eigenlijk wel echt heel vet als we dit voor elkaar krijgen. Nou, en toen dacht ik van, nou ja, dit is het moment om hem uit te brengen. Hé, nou ben jij ook gewoon... ondernemer, hè? Want mensen zien dan de YouTube-ster en de man met 1,2 miljoen volgers op Instagram. Dat denken ze vaak, dat weet ik. Dan gaat alles vanzelf. Maar je hebt hier ook fors in geïnvesteerd, denk ik, of niet? Ja, klopt. Ik heb wel ik heb gewoon een groot aandeelbelang erin. Maar het is niet dat geld op mijn rug groeit. Dus het is ook goed om af en toe goede partners te vinden. Ja. Kijk, investeerders vinden is niet zo heel moeilijk. Maar wel, het mooiste is als je iemand hebt die ook gewoon kennis van zaken heeft van datgene. Die kan me helpen tot het succes te maken. Ja. Ja, en ook gewoon dat je, kijk, als jij bijvoorbeeld de klant bent en er gaat iets mis met die app, dan, en op dat moment ben jij niet prioriteit klant nummer 1, dan kan het zijn dat er een bug is en dat de gebruikers daar last van hebben. Mm-hmm. Terwijl als je daar ook een aandeelbelang in hebt, dan hebben zij er ook een belang bij. Om het snel te fixen. En dan is het snel fixen. Jawel, dan gaat het heel goed, snel goed, denk ik hoor. Dat is dan los van de kosten, maar gewoon dat het gewoon snel gebeurt. Nou is bij jou alles begonnen uit passie. Hè? Je bent zelf op die straat en van die straat uit Zuid. Ja. Heb jij wel een doel met dit project? Hoeveel kinderen dit wereldwijd moeten gaan doen? Waar hoop je op? Waar reken je op? Ja, wereldwijd gaan we wel, willen wel richting de miljoen kinderen. Maar eerst beginnen gewoon in Nederland en België. Daar hebben we zelf al een heel groot publiek. Ja. En het wordt ook leuk als heel veel kinderen het gaan gebruiken. Want je kan straks gewoon online, vanuit je kamer, je kan PlayStationen online. Ja. Maar je kan ook die bal gebruiken en online andere uitdagen die ergens in Groningen in hun woonkamer aan het oefenen zijn. En waar kunnen mensen informatie vinden als ze dit zien of horen? Ah, dit is mijn moment. Jij mag even gewoon hier voor de zaak spreken. Ja, je kan het bestellen nu, pre-orderen via getbally.com. Ja. En get betekent dus G-E-T en dan Bally als in B-A-L-L-I-E. En daar kun je het gewoon bestellen. En je stuurde me van de week een videoclip toe, een clip, 20 minuten. Ja. En de eerste anderhalf minuut hebben we even eruit gepikt. Kijk maar mee, zou ik zeggen. Hey. Met deze bal en een telefoon kan ik overal voetballen waar ik ook ben. En zo verbeter ik stap voor stap mijn voetbaltalent. Vandaag zijn er 8 uitdagers die strijden met passie. En de grote vraag is, wie oh wie wordt de queen en king of Bally? Er is een app en dus een bal genaamd Bally. En ik ga je nu laten zien hoe ik met deze bal de app binnenkom. In deze app heb je een eigen avatar en een wereld vol challenges. Bijvoorbeeld de TikTok challenge. De bedoeling is dan om de TikTok beweging zoveel mogelijk te herhalen binnen de 30 seconden. Vandaag heb ik 8 uitdagers uitgenodigd die het tegen elkaar gaan opnemen. En ze komen uit heel Nederland. Ja, hier zijn ze dan. Welkom en tof dat jullie er zijn. Hier in Theater Zuidplein in Rotterdam. Ik heb jullie niet zomaar uitgenodigd. Jullie kunnen allemaal heel goed Bally, oftewel heel goed voetballen. Maar bij voetbal heb je normaal gesproken een team. Maar vandaag sta je er helemaal, maar dan ook helemaal
alleen voor. Dat gaat nog 20 minuten door op jouw YouTube-kanaal. Ja. Konden die gasten het een beetje? Ja, wat ook tof is, want je hebt geen fysiek contact. Dus het niveauverschil tussen meiden en jongens is echt niet heel. Dus dat is wel tof. Oh, dat is ook gaaf wat je zegt. Ja, en ik vind ook, ik krijg heel veel support vanuit de voetbalwereld. Oké. Gewoon met FC Straat, met Street Captains, een soort van Champions League van de straat, maar ook hiermee. Dan krijg je gewoon echt berichten als van Frenkie, weet je. Die gewoon stuurt van, dit zou ik zo tof vinden als ik jonger was. Dus het wordt ook echt vanuit de voetballiefhebbers wordt dit heel erg... Ja, de middenveld van Barcelona stuurt je dan een berichtje of zo over. Hè? Ja, zo ja, ja. Dat. Ja, Frenkie is wel een van waar ik het beste contact mee heb. Ja, hoe komt dat? Klikken tussen jullie? Ja, we hadden toen... Ik was heel goed met Nouri. Ik ben heel goed met Nouri. Ja. En dan kom je elkaar tegen. En hij is ook echt, weet je, hoe ik met Nouri ben, is hij ook. En dan krijg je, en met Donnie ook, dan krijg je gewoon een nieuwe vriendschap. Ja, je noemt nu Nouri, daar had ik niet op gerekend, maar ik snap het wel. Je zegt, ik ben. Ja. Hoe is dat voor jou? Vanuit mijn karaktereigenschap is het best makkelijk. In die zin, als ik er ben, vind ik het echt moeilijk om hem te zien. Als ik weg ben, ik kan het best wel uitschakelen. Oké. Daar heb ik wel een beetje geluk mee. Als ik naar Frenkie kijk bijvoorbeeld, die durfde in het begin eigenlijk niet te gaan. Okay. Op een gegeven moment als je ook... Dat is ook wel een ding. Zie ik ook. Op een gegeven moment als je dan in de beginfase lang niet gaat, dan maak je die drempel ook heel erg groot. Ja, ja. Maar eigenlijk sinds Frenkie bijvoorbeeld is geweest, na een tijd dat hij het niet kon, elke keer als hij hier is, moet hij hem even zien. Ja, bijzonder hè? Dus het is eigenlijk, omdat je ook gewoon weet... Ja, het is beter om wel wat te doen dan helemaal niks. Hoe is het met de mensen om hem heen? Hebben die veel verdriet? Hebben die pijn? Kunnen die het dragen? Nee, het is heel zwaar. Voor die familie is het echt, echt vooral voor de moeder. En voor de vader is het echt, is het gewoon heel moeilijk. Maar ze zijn wel sterk. Weet je, ik denk wel dat er niet heel veel ouders zijn die dit zo kunnen opvangen. Nee, en jij ziet daar een maatje liggen. Ja, nee, het is een prachtige jongen, weet je. Ik weet nog wel, een van onze laatste gesprekken. Ja. Was net voordat het gebeurde, toen zei hij tegen mij... hij was altijd bezig met... als ik later bij Real Madrid of Barcelona voetbal... ik ga alle grote bekenden ga ik voor jou regelen dat je ze kan interviewen. Mm-hmm. Dat zei hij dan helemaal uit zichzelf. Hè? Mm-hmm. Zei hij van, want Cristiano Ronaldo heb jij nog niet... Hij zegt, als ik later... dan ga ik je echt in contact brengen met hem. Ja. En toen was het gebeurd. En echt 2 maanden daarna... alsof het zo moest zijn, was ik met Cristiano Ronaldo in de achtertuin. Ja. Gewoon categorie mooie anekdote. Ja, maar ook categorie toeval bestaat niet. Er is iets. Of ga ik dan te ver, vind jij? Ja, het is ongrijpbaar. Ja. Ik denk dat een mooie... Weet je, het is wel iets. Johan zou zeggen, toeval is logisch. Ja, de grote Johan Cruijff. De grote Johan Cruijff, ja. Maakte Feyenoord kampioen in 84, hè? Weet je wel. Ja, met een kapotte knie. Ja, mooi hè, met Houtman en Wijnstekers en Troost. Ja, ik heb die één filmpje op YouTube, dat staat er, dat is mooi. The Last Season of zo heet dat. Ja. En dan zie je hem, was wel echt... Die ga ik kijken, want ik heb dat seizoen nog, ik was 13, 14, redelijk bewust meegemaakt. Ze had een geel uitshirt, Feyenoord in die tijd. Ja, ik weet dat kan het. Ik me herinneren van die YouTube filmpje. Ja. Gouden Gids. Ja, is dat? Gouden Gids. En ik zag ook bij één wedstrijd stormde iedereen het veld op. De kampioenswedstrijd in Tilburg, Willem II. Die was uit, was het? Ja, dat zag ik allemaal daar. Ja, dan moesten mensen weer weg, dan konden ze het uitspelen. Ja. Mooie verhalen. Nee. Ben jij een liefhebber? Kijk jij alles als voetbalfan? Of, er is heel veel op tv op momenten. Ik kan ook niet alles zien, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat doe jij? Om heel eerlijk te zijn, kijk, ik kom uit een tijd dat ik... Kanaal Plus was heilig, weet je? Dat had je niet zomaar. Nee. Wij hadden dat niet. Nee. Dus ik keek voetbal via teletext. En als iemand dan 3 keer had gescoord, kwam je erachter dat wie die goal had gemaakt. Weet je nog? Als er iemand 3 had gemaakt, zag je de naam ook erbij. Ja, ja. Dus ik weet ook nog dat ik een keer dacht van Jan Vennegor of Hesselink. Ja, wie is dat nou? Toen dacht ik, ze weten niet wie heeft gescoord. Nee. En toen kwam de week daarna had hij weer gescoord. Ja. Denk ik, ze weten het weer niet. Heb ik nog een verhaal voor je. Ja. Toen was Sjaak Nachtegaal overigens een uitstekende speaker in de Kuip. De voorganger van Peter Houtman. En die was zo'n speaker en die ging oproepen. Ja, bij PSV komt er, of PSV Twente natuurlijk. Komt er in Vennegor of Hesselink. Ze weten het nog niet, maar Vennegor of Hesselink komt erin. Nee, maar dat heb ik dus ook meegemaakt. Maar waarom ik dat eigenlijk vertelde is, als jij voetbal kijkt via teletext, dat zegt wat over hoe graag jij voetbal wil zien. Ja. Weet je, dat en dan ging ik met poppetjes zelf commentaar spelen en zo. Maar ik moet wel zeggen, ik vind het wel verzadigd geworden. Ja, het is veel, hè? Dat exclusieve, daarom benoemde ik ook Kanaal Plus. Ja. Dat was echt, als je dat had, dan weet je, mijn buurman of zo. Dan ben je. Maar nu is er zoveel.
Ik kan niet meer naar 22 poppetjes kijken die 90 minuten lang, er zit geen emotie in. Ik wil dat die camera de kleedkamer ingaat en dat Frenkie Dembele op zijn kop geeft. En dat je daarna ze het veld op ziet lopen en dat je denkt, oh, hoe gaat dat nu? Mm-hmm. En ook die camera, 90 minuten lang zie je dat grote. Ja. Maar ik wil veel meer erin, eruit, close-up. Ja. Dan is het een film. En nu is het meer. Nee man, ik heb geen. Kom ik zo op terug. Dit is een Nee, helemaal goed. Nee, hartstikke leuk. Dit is een interactieve talkshow op reur.nl kijken. Je kunt vragen stellen op onze Facebookpagina. En laat weten wat jij van Soufiane wilt weten. Alles mag je vragen. Of hij antwoord geeft, bepaalt hij natuurlijk zelf. We hebben het over voetbal. We hebben het over jouw passie. We hebben het over Bali. Je zou ook wel 1 miljoen kinderen wereldwijd bereiken. Hoeveel tijd trek je daarvoor uit? 3 jaar. Dat is wel heel ambitieus, hè? Ja, maar het is toch met jouw bereik op social media ook niet een heel onlogische gedachte? Nee, dat niet. En ik denk ook dat op een gegeven moment als we zo ver zijn, dat je echt online kan uitdagen. En je gaat bijvoorbeeld voetballers krijgen die elkaar uitdagen. Dat bijvoorbeeld een Frenkie Ziyech uitdaagt online van, hoeveel kan jij binnen de 30 seconden? Ja, dan kan het zomaar een gekke dynamiek krijgen. Ja, dan kan het nog heel veel groter worden. Dan kan het wel... Past alles wat jij doet, Soufiane, in een bepaalde, ja, heel zwaar woord, levensovertuiging of een visie, of dat je mensen aan het bewegen wilt krijgen? Hoe zit je daarin? Ja, ik heb heel lang. Ik wist niet echt wat de Golden Circle inhield. Mm-hmm. Ik weet niet of je het weet. Ja. Ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Ja, dat was van Simon Sinek. Die zei van, Golden Circle is dat je begint met na te denken, waarom doe je wat je doet? Ja. Hoe doe je het en wat? Als je naar Apple gaat kijken, zei hun why is challenging the status quo. Zij willen de gevestigde orde challengen door anders te denken. Nou, hoe doen ze dat? Door beautiful designs, dus mooie producten en easy to use. En als je aan Apple denkt, los van dat er ook andere dingen die niet zo goed zijn, klopt dat, weet je. En dan pas bij wat staat er, wat doe je? We verkopen computers, wil je er eentje hebben? Zo droog. De meeste beginnen met wat ga je doen? Nee, ik snap heel goed wat je bedoelt zelfs. En wat ik wil eigenlijk is de nieuwe voetballende generatie een stapje verder brengen. Ja. Nou, Bali helpt daarbij, want daardoor ben je gewoon continu je technieken aan het verbeteren. Hey, en dat zeg je net, want je zat te beschrijven hoe het in, wat jou betreft in beeld gebracht zou moeten worden. Dat zeg je overigens, zeg ik ook maar gewoon op persoonlijke titel, een conservatieve bedrijfstak. Toch? Ja, sorry. Dat ze heel behoudend zijn in het voetbal. Ze veranderen niet graag dingen. Ook qua mediaregistratie niet. Nee, ik denk dat. Zeker als je naar de nieuwe generatie gaat kijken. Ik ben zelf, vind ik ook wel redelijk. Ik ben 34, maar als ik naar. Leeftijdsgenoten, kijk, vrienden van mij met wie ik echt standaard Barcelona keek of Feyenoord of Ajax. Vaak krijg ik nu appjes, ik heb er niet zoveel zin in. Het is zo emotieloos geworden. Die belevenis is. Heeft dat ook met corona en lege stadions te maken? Ik moet zeggen, het was zo net voor corona had ik ook wel, weet je, die tijd. De emotie zit hem in Mourinho tegen Guardiola. Of Mourinho die, het is niet altijd allemaal vers, maar dat brengt wel strijd, weet je wel. Of als je later de beelden ziet van Zidane in de kleedkamer, hoe die Real Madrid toespreekt, die kwamen toen later, hè? Guardiola in de kleedkamer. Ja. Ik denk dat de tijd rijp is dat soort beelden veel meer af. En niet in de documentaire die over een paar jaar uitkomt, maar. Nee, ik ben het volledig met je eens, hè. In het Amerikaanse basketbal staan spelers in de warming-up even naar de kant, tv-kijkers toespreken en weer verder met de warming-up. Is toch prachtig? Ja, weet je wie daar ook heel goede ideeën over heeft? Eenhoorn van AZ, Robert. Rotterdamse jongen, die is ook. Hij is sowieso topper. Ja, vind ik ook. Vind ik echt een topper. Maar ik vind achteraf Marco van Basten, wat hij zei over nieuwe regels en dat soort dingen. Ik denk dat hij het echt wel goed heeft gezien. Is dat ook nodig, die verandering, om die jonge generatie er lang bij te houden? Ja, want kijk, als je gaat kijken, je hebt nu Eredivisie. Ik ga binnenkort beginnen met Eredivisie straatvoetbal. Je hebt al E-divisie. Dat betekent dus dat je de gamers, die daar had niemand zien aankomen. Mm-hmm. Is een van de grootste markten online. Nou ja, als je dan het traditionele voetbal houdt zoals het is, en die nieuwe doelgroepen gaan nu erbij komen. Ja, ik denk dat ze echt dan plank mis gaan slaan. Bram zegt, een van onze kijkers, een supergoed initiatief om meer mensen te laten sporten. En ik hoor in mijn oortje dat meneer De Vries vraagt, Soufiane, ben jij nou meer ondernemer of meer freestyle voetballer? Ondernemer. Ja. En ondernemer in die zin, kijk, ik wil echt geld verdienen, maak je echt geen zorgen. Ik word vaak ook neergezet als de goede guy van de goede doelen. En nee, ik wil echt wel gewoon geld verdienen, maar ik hoop wel op een manier dat, kijk, geld heeft pas waarde als je er wat moois mee doet. Ja. Als ik miljoenen euro's heb, maar mijn buurman heeft geen eten, dan is het gewoon briefpapier. Dan is het geen geld in mijn ogen. Dus ik hoop dat met wat we nu doen, dat het een soort van bal, een cirkel moet rond zijn, dat wij willen gewoon die missie van de nieuwe voetballende generatie verder brengen. Die willen we continu, willen we die waarborgen.
En als je dan juist financiële stromen hebt, dan kan je ook veel meer voor elkaar krijgen. Zo'n Bali gebeuren, dat kost alleen al aan applicaties tonnen met geld. Ja, ja. We hadden nu laatst bijvoorbeeld, zei iemand van, ja, die ballen zijn veel te duur, zijn rond de 50 euro. Grotere merken, die hebben een smartbar uitgebracht, die kosten rond de 150 euro. En die zitten op de massa, dus die hebben hele mooie inkoopprijzen en noem maar op. En wij zitten eigenlijk 3 keer zo goedkoop. Mm-hmm. Maar door die software kun je die bal niet voor 25 euro zoals een normale bal aanbieden. Mm-hmm. En dat is vaak wel, weet je, wat mensen niet echt erachter weten, zeg maar. Heeft dat altijd in je gezeten, de kant die je nu laat zien, dat je dingen wilde verbeteren, dat je ondernemer kon en wilde zijn? Ja, zeker. Ik denk het wel. Kijk, als ik nu ga kijken naar wat ik kan, ik ben daar echt trots op, is ook een valkuil. Als ik binnen mijn bedrijf kijk. Kijk, Johan Cruijff bemoeide zich met bijna van alles. En dacht ook dat hij van alles verstand had. Mm-hmm. Nou, vaak was het ook wel redelijk zo. Maar ik heb nu bijvoorbeeld, ik heb zelf formats bedacht. Ik heb zelf de regisseurrol gehad. Ik kan editen. Ik heb Cristiano Ronaldo terug in het vliegtuig geëdit op Adobe. Ik kan een beetje After Effects. Je presenteert, een beetje rijms maken. Ondernemen, netwerken, noem maar op. Ja. Het is wel pijnlijk als je soms op zo'n afdeling loopt, dat je eigenlijk overal wel, want dan, ik moet gewoon... En wat is er dan pijnlijk aan? Wat is er pijnlijk aan? Dat je, als je dan een edit ziet bijvoorbeeld, dan zie ik te veel dingen waarvan ik denk dat kan beter. Terwijl als ik daar geen verstand van zou hebben, dan zie ik dat niet. Zou het snel goedkeuren? Ja, zou het snel goedkeuren. Word je wel eens gek van in je hoofd? Ja, eigenlijk wel. Dus ik moet nu echt, we zitten nu met groeipijntjes, want we zitten in de markt, hè, waar eigenlijk de markt gaat bij ons zo. Ja. Daar ben ik echt heel dankbaar, want ik heb alleen maar mensen moeten aannemen in plaats van... Moet je voorstellen dat je mensen gewoon met gezin moet ontslaan. Dat is gewoon pijnlijk. Ja, verschrikkelijk. Maar in die groei, gebeurt er heel veel. En dan wil ik overal wel een beetje wat zeggen. En ik moet daar een beetje mee oppassen. Ja, maar zat dat in de jonge Soufiane al? Toen jij 5, 6, 7, 8 was, wist je toen al dat het die kant op had zou kunnen gaan? Dat niet, maar ik had wel veel interesses. Als ik ga kijken naar bijvoorbeeld op school, ik was heel competitief. Dus echt het beste uit jezelf halen. Ik wist alle cijfers van alle klasgenoten uit mijn hoofd. Als bijvoorbeeld, ik moest die hoogste hebben. Lukte dat altijd trouwens? Nee, zeker niet. Maar het feit dat je competitief bent, zorgt ervoor dat je heel anders met school bezig bent. Voor mij was het meer een strijd van om de beste te zijn dan van, ik vind het een saai vak, weet je wel. Maar we hadden ook bijvoorbeeld schaakkampioenschap op onze school. Daar heb ik 2 keer kampioen geworden. Hij is nog steeds trots. Dus dan ga je. Ja, mooi is dat. Nee, maar dan is schaken ook opeens een ding. Voetbal is een ding. Ik heb nog bij RZ een keer meegetraind, basketbal. RZ, Rotterdam-Zuid. Rotterdam-Zuid. Ja. Ik heb op 12-jarige leeftijd begon ik al rijmpjes te maken. Ja. Op een gegeven moment zei ik wil leraar worden. Dus ik wou al wel best wel veel. En als ik nu terugkijk, dan klopt dat wel. Ik wil een beetje veel. Ja, het heeft er altijd in gezeten. Het heeft er altijd in gezeten. Je wilt winnen. Ja, ik ben wel. En wat is winnen dan voor jou? Winnen is in ieder geval, laat me het zo zeggen. Als ik bijvoorbeeld tegen jou een potje FIFA ga spelen. Of een potje schaken. Dat win je altijd hoor. Schaken twijfel ik, maar FIFA weet ik zeker. Nee, maar wat wij ook doen. Als de motor aangaat van, ik wil jou echt verslaan, dan haal ik wel een soort van het beste uit mezelf. En dan wordt het ook leuk, weet je wel. Als ik een potje ga voetballen waarvan iedereen zegt, we doen het allemaal voor de plezier. Dan hoef ik die wedstrijd niet te spelen. Ik wil wel dat ik dan uiteindelijk verlies. Zal ik eventjes de pest in hebben. Maar ik wil wel, het vuurtje moet aan, weet je. Goeie vraag van Sander komt er binnen. Achternaam ken ik niet. Nooit meer ondernemen of nooit meer voetballen. Ja, het is een onmogelijke keuze, of niet? Nee, die keuze is eigenlijk wel makkelijk, omdat... Ik denk nooit meer voetballen. Nee? Omdat eigenlijk jouw voetbalcarrière, als je zeg maar 70 plus zou worden in je leeftijd, dan is voetbal een klein onderdeel van je leven. Ja. Leo vraagt, hoe vaak train je? Train jij überhaupt nog? Nee, dat is dus een van mijn dingen waardoor ik te veel dingen doe. Ik wil echt profvoetballer worden. En toen ik 14 was, had ik een scoliose in mijn rug, ijzeren pin in mijn rug, waardoor ik mijn hele rug open was en ik mocht toen niet competitief spelen. Toen mocht ik een balletje hoog houden, dat mocht wel. Maar een hele dag een balletje hoog houden is niet wat ik normaal gesproken deed. De hele dag op de pleintjes hier. Daarom ben ik ook met SC Straat begonnen. Waren de pleinen, ook bij Van Persie in de buurt. Als je had gevoetbald en je had verloren, er waren zoveel teams, was je pas na 2 uur weer aan de beurt. Nou, dat is geweldig. En op een gegeven moment, heeft niks te maken met een balletje hoog houden. Dat is gewoon een beetje een circus act. Ja. Maar daarmee ben ik bekend geworden. Maar ik kon eigenlijk, omdat ik ook een beetje natuuraanleg heb... kan ik het best wel, gaat het mij makkelijk af. En ik zit niet net als Rico Verhoeven en Badr Hari dat ik een WK moet gaan spelen. Dus ik heb de hele wereld afgereisd en die show was gewoon elke keer 5 minuten. Mm-hmm. En die had ik gewoon. Het was meer bijhouden dan dat ik echt
keihard ben gaan trainen. Maar ook nu hoef je niet dingen te onderhouden, nieuwe trucs te bedenken. Dat zit gewoon in je of zo. Je hoeft niet een paar uur per dag met die bal. Nee, tuurlijk, als ik echt nieuwe dingen wil gaan doen. Maar ja, ik moet mijn tijd moet ik verdelen, hè? Time management. Ja. Ik ben nu 34. Het is nu vooral, als ik iets moet onderhouden, dan is het mijn lichaam. Ja, vertel mij wat. Hey, maar ja. dat is wel bijzonder. Dat zit dus gewoon in je, dat talent heb jij. Ik denk dat ik wel, tuurlijk, hè, talent in die zin. Ik heb daar echt wel voor gebikkeld. Toen ik 14 was, tot en met mijn 18e, heb ik non-stop zitten hoog houden. En dan heb je eenmaal die basis en die basis gaat er niet uit. En wat is non-stop, Soufiane? 4 uur per dag, 3 uur, zo, ja. Ja, ja. Hans Groenendijk kijkt, de vraag wordt nog ingetikt. Je leeftijd helpt je nu nog om de jonge generatie aan te spreken en om gelijk te zijn aan de grote voetballers. Ja. Hoe ga je dingen over 10 jaar doen? Die Hans stelt goede vragen. Ja, echt een hele mooie vraag. Ik heb dus onlangs FC Straat opgericht. Ja. Het is een online voetbalclub waarmee ik eigenlijk de nieuwe voetballende generatie een stapje verder wil brengen. We hebben nu de eerste competitie gelanceerd. Het zijn allemaal trending op YouTube. Sorry voor de number dropping, maar dat betekent dus dat dit heel erg aanslaat bij de doelgroep nu. Dat is een competitie en je ziet nu al in de teams die meedoen, er zitten echt een paar. Eentje zit niet eens op een voetbalclub. De ander komt uit Amsterdam, speelt bij Feyenoord. En je ziet nu al in die afleveringen dat zij nieuwe rolmodellen zijn. Dus over 10 jaar, is eigenlijk net als wat we eigenlijk gaan doen. Wij worden een beetje de studio sport van de straat. Ja, ik snap wat je bedoelt. Je stoomt eigenlijk gewoon een nieuwe generatie klaar. Ja, we hebben nu bijna 1 miljoen abonnees. Daar worden die dingen op uitgezonden. De broadcast is niet op NOS, maar bij ons dan, zeg maar. Ja. Nou, en daar komen weer nieuwe helden. En die zijn, daar worden weer nieuwe Messi's en Ronaldo's geboren. Het gaat over FC Straat en ook daar hebben we een leuke video van. Vroeg of laat, ik wil prof worden met FC Straat. Ik heb online een voetbalclub opgericht genaamd FC Straat. Dit is de grootste voetbalclub van Nederland. Waarom de naam FC Straat? Omdat alle profs in de wereld zijn begonnen door te voetballen op straat. Hoe word je lid? Je kan je nu gratis aanmelden via www.fcstraat.com. Mijn missie is om elke voetballer van FC Straat beter te maken. Dat betekent niet dat iedereen prof wordt, maar je mag dromen. Sterker nog, je moet dromen en vooral veel plezier hebben. Samen gaan we ervoor zorgen dat je zo ver mogelijk komt. Hoe gaan we dit doen? Natuurlijk gaan we alle vragen van de leden van FC Straat zoveel mogelijk beantwoorden. En dat doe ik samen met profs, trainers en scouts. Maar om echt het allerbeste uit jezelf te halen is er maar één geheim. En dat geheim bestaat uit 3 dingen. Voeding, training, ontspanning. Niet iedereen is Messi of Ronaldo. Maar als wij samen ervoor zorgen dat jij het beste uit jezelf haalt, dan is mijn missie geslaagd. Welkom bij FC Straat. Vroeg of laat, ik wil prof worden met FC Straat. FC Straat. Dit is de grootste voetbalclub van Nederland. Je zit te kijken en je zegt, ik ben een echte Rotterdammer. Ja, hè? Want alles is in deze stad, onze stad opgenomen. Ik heb gewoon, misschien komt het ook wel, als je in elke continent een show hebt gedaan. Overal waar je komt, zeggen ze, where are you from? Netherlands. Ah, Amsterdam. Dan moet ik altijd zeggen, no, Rotterdam. En dan hoor je altijd zo van, oké. Ja. Dus ik heb wel ook ergens de drijf om Rotterdam, niet dat ik dat in mijn eentje kan doen of zo, maar op mijn manier. Nee, maar je bent wel een van de rolmodellen in onze stad. Het is de enige stad van Nederland met internationale allure. Kijk. Ja, toch? Ja, ik denk dat Rotterdam Marketing zit te klappen nu achter dat beeldscherm. Nee, ik ben echt, als ze mij vragen, ben je Marokkaan, ben je Nederlander, ben je Rotterdammer. Ja. Beetje van alles. Iemand die anoniem wil blijven stelt de uitstekende vraag, Soufiane, ben jij ijdel? Ja. Ja, ik ben semi-ijdel. Omdat als ik semi-ijdel? Ik kan, als ik niks aan mezelf doe, dan boeit het niet. Ik kan echt op crocs naar de supermarkt, met mijn haar helemaal geëxplodeerd. Als ik moeite heb gedaan, maar dan moet het ook goed zijn. Ja. Dan ga je ook als Binky naar buiten. Ja, dus het is of all the way, weet je, dat het goed moet zijn, of I don't care. Iemand vraagt, is er 1 grootste verlies in jouw leven? Goeie vraag ook, zeg. Zo, grootste verlies. Nou, ik moet echt in mijn handjes klappen dat ik, als het gaat om echt mensen van mij heel dichtbij. Ik heb mijn moeder, ik heb mijn vader, ik heb mijn bonusvader, ik heb mijn opa, mijn oma. Dus als het om zo'n verlies gaat, dan kan ik alleen maar zeggen van dat heb ik niet. Mm-hmm. Groot verlies, 2 dingen. Johan Cruijff. Ik heb een heel goede band met Johan Cruijff mogen hebben.
En tegelijkertijd met Nouri. Weet je, dat is gewoon. Ja, wel, dat is groot, heb je uitgelegd. Ja. 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 Is er iets wat je had willen winnen, vraagt iemand anders. Winnen? Ja, ja, eigenlijk, het... ja eigenlijk wel. Ik heb toch heb ik nog zaalvoetbal gespeeld, Eredivisie. Ja. En toen heb ik 2 keer de play-offs finale verloren. Nou, dat is pijnlijk. Ik heb wel 9 interlands gespeeld. Kijk. Hey. Ja. Maar dus ja, echt wel zo'n eredivisie op je naam hebben, die had ik wel graag gewild. Ja. Snap ik. Nog een vraag van een kijker. Vind je het moeilijk om in balans te blijven? Nee. In die zin, ja, ik gaf het net ook aan bij FC Straat. 3 dingen zijn belangrijk. Voeding, training, ontspanning. Tuurlijk, het is niet dat ik elke dag op salade en water leef. Alhoewel dat ook niet gezond is. Maar die 3 dingen probeer ik wel echt als rode draad voor me te hebben. En als dan, dat zie je vaak als mensen in een burn-out terechtkomen, dan bewegen ze niet genoeg en stressen ze. En stress zorgt ervoor dat je niet genoeg ontspant of dat je genoeg slaapt. Ja, ja. Dat zijn tekenen om niet in balans te zijn. Dus die 3 dingen zijn bij mij altijd wel in balans. En dan ben je natuurlijk zelf de belangrijkste ambassadeur van FC Straat of de belangrijkste, de bekendste. Ja. Iemand zegt, stelt die vraag, is er nog iemand anders die als ambassadeur van dat project zou willen hebben? Is er nog een naam die je dan te binnen schiet? We hebben nu Frenkie de Jong, Van Persie, Snyder, Lieke Martens. Dat zijn echt dat al... Dat lijkt me een aardig stel bij elkaar, toch? Het is een aardig stel, maar... Zijn geen klootzakken, zeggen die dan? en tegelijkertijd hebben we ook gewoon jonge rolmodellen. We hebben Joris, a.k.a. Akamist. 400.000 volgers op Instagram. We hebben Summer de Snow, die woont hier 2 minuten vandaan. Is een topmodel. Zij is de nieuwe Duitse Cruise, zeggen ze. Oké. Okay. 11 jaar is ze. Ze speelt bij IVV De Zwervers. Ze is ook nog eens echt een voetbalmeisje. Wat leuk. En zij heeft ook al iets van 300.000 volgers. Met haar hebben we ook items gemaakt. En zij ook... Nou, alle jongens zijn verliefd op haar. En tegelijkertijd zeggen ze ook dat ze heel goed is in voetbal. Maar het klopt ook nog eens. Ja, het regent vragen, complimenten, opmerkingen. Stanley Hulsthoff zegt... Ik zag je laatst bij Sander de Kramer, onze goede vriend. Gerse gasten bij de collega's van Rijnmond. Super dat je daar een video maakte voor een patiënt van het Erasmus. Jij wordt natuurlijk heel veel gevraagd voor bepaalde dingen, Soufiane. Ja. Daar moet je ook keuzes in maken natuurlijk, wat je wel en niet doet. Klopt. En ook waar we het net over hadden, sommige dingen moet je kunnen uitschakelen. Ik was met Sander de Kramer, hij vroeg aan mij, wat is een plek wat echt jouw leven heeft veranderd? Zijn we naar Sophia Kinderziekenhuis gegaan, omdat daar de pin in mijn rug is geplaatst. En op dat moment stond ik daar, dat is wat hij bedoelt. Ja. Mooi trouwens dat je hebt gekeken, dankjewel. Maar toen stond ik daar, mijn verhaal te vertellen dat ik daar dus geopereerd was en dat ik mijn moeder moest troosten, omdat ik eigenlijk de rust zelf was. Ja, bijzonder. Op dat moment komt er een vader op me afgelopen en die vraagt mij, kan je een videoboodschap inspreken voor mijn zoon? Die is nu daar binnen en die heeft een hersenbloeding. Oh. Het kind is 9 of 10 jaar of zo. Ja, op dat moment weet je, dat gaat door merg en been. En toen had ik een videoboodschap ingesproken. Die man was emotioneel. Ja, ik probeerde mezelf sterk te houden. Hij heeft me ook sterk gehouden. En daarna, weet je, zei Sander ook van, ja, heftig, weet je. Hoe ga je hier? Ik zeg, ja, dit is nu gebeurd. Maar kijk, de reactie van die man, die is zo dankbaar. Dat geeft ook weer een beetje energie. En nu moet ik verder, want dit moet uit het systeem. Anders ga je gek worden. Ja, ja. Dat is, ik zou nog uren met je kunnen praten, man. Het doet me denken aan Willem van Hanegem. Ja? Dat is Willem, gouden man. Een keer een dubbel interview met hem gedaan in de Volkskrant. Waarin er werd gezegd over, we hadden het over geloof. En we hebben het net over nare dingen die gebeuren. Een hersenbloeding bij een kind. Maar er zijn ook hele andere dingen die gebeuren. Ja. En de reden waarom Willem niet gelooft in een God en ik wel. De reden waarom hij niet gelooft is de reden waarom ik wel geloof. En zijn reden is, ja, als er een hogere macht is en die ziet onschuldige kinderen doodgaan, gehandicapten en noem maar op. Waar is die dan? Hij moet toch ingrijpen? Alleen ik heb dan juist van, nee, we leven nu even hier. En de kinderen, gehandicapten, die zijn allemaal verzekerd van een mooie plek in het paradijs. En de FBI en politie is niet genoeg om iedereen te berechten. Maar dat komt later wel. Hitler kan niet zomaar wegkomen met alleen maar doodgaan. We gaan allemaal dood, dus wij hebben eigenlijk dezelfde straf als Hitler. Zou dat eerlijk zijn? Ik zou niet kunnen leven met de gedachte dat... Misschien ga ik nu even te ver, maar... Maar ik vind het mooi. Ik kan niet leven met de gedachte dat... Ik ben echt niet uit op wraak, maar wel op gerechtigheid. En dat er zoveel mensen wereldwijd, van pedo's tot aan ouders die hun kinderen mishandelen, tot aan weet ik veel wat allemaal. En dat kan de FBI en de politie niet allemaal zien. En dat dan hun straf uiteindelijk is om ergens op hun 80-jarige leeftijd dood te gaan. Ik kan, als ik nu een bevestiging zou hebben dat er hierna niks is, echt zwart op wit, dat ik gewoon weet, zou ik wel moeilijk leven eerlijk gezegd. Ik zou wel eerder zeg maar kiezen voor eigen rechten. Maar jij zegt eigenlijk... Sorry, dit wordt zo heavy. Nee, maar stel je voor... Ik wil even dat ik het heel goed snap. Ja. Jij zegt eigenlijk, we gaan allemaal dood, dus allemaal dezelfde straf. Maar daarna
kan voor iedereen de beloning of de berechting komen. Toch? Ja, en dat zorgt voor de rest, zeg maar. Dus we hebben allemaal een eerlijke kans. Iedereen wordt op zijn manier, hè, berecht. Daarom is het only God can judge me. Ik ken jouw achtergrond niet, dus ik kan niet bij... Wij zijn, ja, dat is ook wat de rechter doet. Die houdt dingen in balans. Ja. Waarom heb je zo? Misschien is het niet toerekeningsvatbaar. Bla, hè, al die dingen. Nou, het feit dat er dan één iemand onafhankelijk is die straks de gehele mensheid berecht, dat geeft mij wel een soort van rustig gevoel. Dat je niet overal maar... Is toch, dan zou ik nu elke keer als ik onrecht zie, zou ik denken van ja, als er nu niet wordt ingegrepen, dan ja, wordt het kind gewoon mishandeld en klaar. Terwijl als het leven maar 100 jaar maximaal is en hierna eeuwig, dan is eigenlijk waar we nu zijn. Vind je dat tijd snel gaat ook? Was getekend. Sorry, Tuzani. Ik word er lang over. Nee, dankjewel, ik vind het mooi. Hey. Echt heel tof, dankjewel. Ja, en het mooiste is, Willem en ik denken daar anders over, maar ja, we gaan wel hand in hand, weet je? Hand in hand. Ja, om de Theo. Kameraden. Mag niet meer, hè? Hey. Dankjewel. En jullie vooral, bedankt voor het kijken. Tot dinsdag, dan zijn wij weer om 12 uur op reu.nl. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, VLS en Jax.nl.